best groot in het tweede deel van die top 10. Nou ja, vooraf aan deze wedstrijd zou je denken, Verkerk doet mee voor die eerste plekken. En met Wink is het niet lekker. En met Drost ook. Drost die verknalde haar 500 meter vandaag met wat missers. Het leek of het materiaal niet in orde was. Maar dit zijn wel 2000 meter rijders. Drost gisteren tweede op de kilometer. Verkerk toen de nummer 7. Twee vrouwen onder de 1.16, Drost was er één. Een grote opening van Verkerk viel gisteren tegen met de hoog in de 18. 18-0 was de opening gisteren van Drost. Drost links, Verkerk rechts. Allebei wereldwedstrijd in dit jaar. Verkerk gisteren 18-7, dat was echt uit de toon. 18-2. Voor Drost 18-4 van Verkerk is fors beter dan gisteren. Mooi, Drost plezier weer heeft teruggevonden in de schaatsen. Voor het WCKT dacht ze eigenlijk al stoppen. Een reis naar Nepal, het werd een plek in de wereldbeker. Een reis naar China en een voortbestaan als topschaats. En nu zegt ze, nou misschien ga ik wel door. Was enorm aan het genieten, ook in Salt Lake City. Weer oranje pak aan, weer mee met de beste. 27-5 om 27-7, Verkerk sneller in de bal. Ja, Verkerk zou met een hele goede 1000 meter met de top 3 nog moeilijk kunnen maken. En Verkerk moet die druk erop zetten, vooral Regine Voskamp. Een verschil van een seconde in het klassement. Dit gaat heel goed voor Verkerk. Die gaat de lat heel hoog leggen voor Dionne Voskamp. Verkerk heel veel sterker dan een dag geleden. Een sterke 1000 meter. 1.16.24. Vlak boven de grens van de 1.16. Daarmee is ze uitstekend gepositioneerd in het klassement met kansen. Want Voskamp moet behoorlijk aan de bak. Die moet naar de 1.17.3. Dat heeft ze in de benen, maar heeft ze dat ook nog in de benen na een heel sprintje nog. Ze reed 1.16.6. Tweede tenor. Dat is voor het podium. Maar voor die eerste plek, die ene startplek, moet Verderes iets bijzonders doen. Niet die 1.17.8 rijden, want ze moet de lat hoger leggen voor Grevelt die in de laatste rit rijdt. En Grevelt is over het algemeen beter. Kok en Leerdam zeker van het WK-sprint. De ploeggenoten van deze Hogendoorn en Verderes. Maar voorafgaand aan dit toernooi had je ook Verderes opgeschreven als een van de grote kanshebbers op die WK-plek. Maar haar beste afstand, de 500 meter. Daarop heeft ze niet genoeg afstand genomen op Grevelt. Is de verwachting. Maar die verwachting kan ze hier logisch straf. Ready. Verschil richting Grevelt, 2200ste van een seconde. De 22-jarige oude schaatser uit Sint-Nicolaas gaat tegen de 19-jarige Klojokeren. Heel sterk in de top 5 staat. Eerste meters, Verderes. Goed zeg, 17-8, dat is een hele goede opening. En met 18-2 gaat Hogendoorn lekker mee. Zo gefocust, Verderes. Hoge snelheid van Verderes hier, ruim 54 per uur. Nog één kans op dat WK-ticket, dan moet ze hier alles op alles zetten. Ja, een lage 27er heeft ze nodig. Zo, 26-9, hele goede 600 meter. Zit onder het schema van haar persoonlijke record. Ook gereden op een 1K sprint en dat na drie afstanden. Kruist over Hogendoorn heen, Hogendoorn moet oppassen op de kruising. Krijgt hier een duw in de rug van Hogendoorn. Dit is de race waarop je hoopt als Verderes. Hiermee kan ze de druk op Grevelt opvoeren. En onder druk wordt alles vloeibaar. Hele sterke 1000 meter. Laatste van haar krachten naar 1.15.08. Een van haar sterkste 1000 meters. En dus ook een vuistje. En Hogendoorn naar 1.15.85. En dat betekent dat ze de druk echt heel knap heeft opgevoerd. En dat betekent dat Grevelt sneller moet rijden dan de 1000 meter van gisteren. Die ging in 1.15.52. 15e sneller is hier Mark Verderes. Een vrouw die toch
het hele seizoen een klein beetje de schaduw heeft gereden van Kok en Leerdam. Maar dat, hier moet uitreden. Maar als je dan 1.15.0 rijdt en de eerste 1000 meter rondje in 1.16.4, dan heeft je daar gisteren toch iets laten liggen. Maar Grevert weet, 1.15.29, daar ligt de lat. Om zich rechtstreeks te plaatsen. Voor het wekensprint. En Voskamp is bezig met een andere strijd. Deze 1.14.56 is sneller dan haar persoonlijke record gereden in Calgary. Dat gaat niet lukken. Zij gaat zich richten op de derde plek in het klassement. Het is een strijd met Verkerk. Maar de belangrijkste wedstrijd is die om de titel en om het WK-ticket. Tussen Flederis en Grevelt. Grevelt rechts moet dus 1.15.29 rijden. Iets trage reactie van Grevelt op het startschot. Het leek heel makkelijk met die 2 tienden en met de 1000 meter van gisteren. Hij wordt tot het uiterste gedreven door Flederis. Die opende in 17-8. 18-1. Nu ligt ze dus achter. Ze rijdt nu virtueel op de zilveren plek. Flederis rechts, dat is het verschil in het klassement. Cijfers rood betekent dat Flederis nog aan de leiding staat. En die derde startplek pak. Heeft 2 tienden. Grevelt voor Voskamp, die het moeilijk heeft op deze 1000 meter. Flederis kijkt toe. De 16e. De slotronde van Flederis ging in 30-2. Daar moet dus Grevelt het gaan winnen. Ze moet naar die 1.15.29. Oh, die kruising. Ze gaat bijna de herenbaan in. 2-10 is het nu. Wow, daar komt ze. Daar komt ze dichter en dichterbij. Ze kijkt of de finish al in zicht is. Grevelt op deze 1000 meter in die strijd met Flederis moet naar de 1.15.29. Zij aan zij nu. Naast elkaar in tijd. Flederis 1.15.08. Hier staat 1.15.06. Grevelt doet het. Op de laatste afstand. Oh, wat een schitterende overwinning voor Isabel Grevelt. Onder druk van Flederis. Pakt zij hier en het WK-ticket. En voor het eerst in haar carrière een nationale titel. De Nederlands kampioen bij de senioren. Uit de regioploeg. Wat een enorme prestatie van deze Isabel Grevelt. Ja, daar handklapje Ingo Bos. En je zag ook aan het gezicht bij het overschrijven van de finish. Hoeveel spanning die dames allemaal hebben onderling. Maar de junioren natuurlijk kampioen geworden. Moeilijke coronajaar gehad. Kon geen weken junioren rijden. Die gingen niet door in haar tijd. Koos er zelf ook voor om bij het KTT Friesland te blijven. Development Team Friesland heet het. Flederis moet buigen voor Grevelt. Die nog een mooi woordje heeft en hier de vlag krijgt. En het verschil is miniem. 200ste punt. Deze Grevelt met vlag is volwassen geworden als schaatser. Vorig seizoen was alles nieuw. Toen verraste ze. Wereldbekerplek, wereldbekermedaille. Dit seizoen nu wat gewend aan het rijden als topper. Als er naar je gekeken wordt. Een moeilijke eerste fase. Toen nog naast de wereldbekertickets. Maar het tweede deel van het seizoen hier fantastisch beloond. En u ziet hoe spannend het is geweest. Een schaatser zonder grote ploeg om haar heen uit de regio. Ze doet iets unieks. Nederlands kampioen sprint bij de vrouwen. Ze mag naar het WK in Insel. En hier nog. Dat ja, is volwassen worden. Ja, dat is ook. En ook durven kiezen op zo'n kruising. Ik gokte niet om buiten mee te gaan. Dan maar naar de binnenkant. 1.15. 1 Grevelt, 2 Flederis en 3 in het klassement. En dat levert geen WK-ticket op, maar toch ook wel een kleine juich. Is Dione Voskamp op het podium op een NK-sprint. Wie had dat gedacht? Flederis heeft in ieder geval alles gegeven op de laatste 1000 meter. Het scheelde heel weinig. Maar het was genoeg voor deze Grevelt. Nederlands kampioensprint hier in Tialf. Met 1.15.06, een fractie sneller dan Marit Flederis. 200ste, Hogedoorn heel knap op deze afstand op plek 3. En Voskamp met die 9e tijd behoudt haar positie in het klassement.
Wat een mooie ontknoping voor deze 1000 meter bij de vrouwen. Met hier nog de laatste vrouw op deze 1000 meter als we gaan naar het klassement. En het definitief zo is dat Isabel Grevold zich Nederlands kampioen sprint mag noemen. Een verschil van 0,12. Het is zo klein. Daarachter een groot gat naar Dionne Voskamp. 1 Grevold, 2 Flederis, wel op het podium, niet naar het WK. En Voskamp zal enorm blij zijn met haar eerste podiumplaats op een NK-sprint hier in Heerenveen. En zo zitten we inmiddels in het laatste uurtje van dit schaatsweekend in Tiel van Heerenveen. Gaan we zo meteen natuurlijk praten met de